Kijk, daar gaat de kart waar bijna alles in zit. Lekker naar België op die karreproef. Heb je een beetje zin in, Peter? Ja, zeker weten. Zeker weten. Gaan vlammen. Dit wordt een film van 3 uur. Kijk, als wij hebben hier ook een viswinkel. Nou, we hebben een stukje. Zit er nog niet in? Oh nee, toch niet? Als ik goed stond, dan gewoon om me. Ik ga nu wat vertellen over de Yaro zelf. Je kan dus je USB-stick aan. Slipbaan. Albert Keuter. Run, jongens. Wel iets hebben. Run. Wat gaan we doen? Ja. Mooi speeltje. Kijkers. We gaan lekker op vakantie naar België. De karreproeven. Met Gijs Douwe, de baker, Jan Baarsen. Henk Jedis, we gaan met z'n allen gaan we vissen, we gaan helemaal los hier ook. Ik ga nu naar het poolwinkeltje van Gijs en dan ga ik bij het camper van Auke van de Waypoint. En dan gaan we helemaal los, dan gaan we helemaal los. Ik ga in een camper en daar zit ik helemaal luxe, want moet je kijken hoe ik nu zit. We zeiden net al dan krijgen we mijn platzaak. Maar heel last van een zwaan. Nou, we zien jullie zo bij de camper. En we hebben hier achter hebben we alles in zitten. Een kar hebben we ook nog achter zitten. En daar zitten al onze spullen in. Dus we gaan helemaal los hier. Voor €200 vlees. En voor €20 groenten. Ja. Dus dat is een beetje de verhouding waar we deze week mee zitten. Nou, hier. En voor €300 bier. Minimaal. Nou, hier. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik zie jullie zo en dan zijn we zo snel mogelijk bij België op de karreproef. Kijk eens, dit is de camper waar ik in ga. En dit was de auto van het poelwinkeltje. Of is de auto van het poelwinkeltje, maar daar ga ik niet in. Maar dit is het poelwinkeltje. Dus nog even een beetje aan kijken van wat we allemaal kunnen meenemen. En dan gaan we er straks vandoor naar België. En dan hier een wiskopje. Hoppa. Allemaal spullen die we nog misschien nodig hebben. Maar het komt helemaal goed. We gaan lekker vissen een week. Van vrijdag tot en met vrijdag. Tot zo in de camper van Henk en Auke. Daar gaan Gijs en Douwe met de kar. Waar is de kar? Je laten ze natuurlijk daar. Dat ze moeten ergens naartoe. Ik ga met deze camper mega mooi. We gaan zo rijden. Dus als we mega onderweg zijn, dus bijna al in België zijn, dan ga ik weer even filmen. Maar een mooie camper, top. Kijk, daar gaat de kar waar bijna alles in zit. Ik zit hier in de camper met Henk en Auke. Dit is ook nog natuurlijk het belangrijkste, mijn rotpot. Maar we gaan hier lekker naar België op die karreproef. Heb je een beetje zin in, Peter? Ja, zeker weten, zeker weten. Dit wordt een film van 3 uur. Oh. We zijn al onderweg en zitten lekker in de auto. Douwe en Gijs. Kijk eens eventjes. Ik heb stoplichten nog nooit geel met zwart gezien. Heel apart. Kijk dan. Gewoon zwart met geel. Heel apart. Hé, hey, daar komt een ambulance. Van zwart met geel. Heel apart vind ik dit. Kijk dan, gewoon zwart met geel. Oh, in Nederland hebben we gewoon zwart met wit. Mooi. Mooi. Dit is de karperhoef, jongens. Oh, oh. Hier zitten 40 en 30 erin, hè. Huppakee, daar gaan we, daar gaan we. Huppa. De karreproever in België. Tot zo bij het water. Kijkers, wij hebben hier ook een viswinkel. We hebben wel de spullen, de kleine spullen die we moeten hebben. Als we iets nodig hebben, dan kunnen we het hier kopen eigenlijk. Dus ze hebben alles eigenlijk van kleine dingetjes wel staan. Dus als je iets mist voor dit water,
waar je hier gaat vissen, dan kun je het hier wegpakken en betalen. Dus ze hebben hier alles staan. Alleen niet de grootste dingen, dus de tenten niet, en de stokken niet, en de rotpotten en de beetmelders niet. Dat hebben ze er niet liggen, maar wel de kleine dingetjes. Dus zoals pellets, bolies, haken, hertjes. Zoals dit hebben ze dan wel weer liggen. Dus ze hebben wel niet heel veel van gewoon kleine dingetjes. Hartstikke mooi van Nash, van Corda. Van Dream Bites, daar hebben ze allemaal weer liggen. Nash Bites. We gaan ook stromen luisteren naar Timmy, wat hij adviseert. Hoe wij moeten vissen, want hij weet precies hoe je moet vissen, welk water je moet, welke kant je op moet vissen. Waar de platen liggen, waar je precies op die stek je her of je haak moet neerleggen. Maar we gaan hier een heel natuur beleven hoe je moet vissen. We gaan op een boot en dan gaan we gaan niet uitgooien, maar we gaan hem uitvaren. En precies op de centimeter na hoe je moet neerleggen. Dus we zien het zo. Het gaat tot 6 uur regenen en het is nu 2 uur. Dus het is om het op te bouwen is het wel een beetje moeilijk. Je zit hier liever met je korte broek. Mooi zonweer. Maar ja, dat zien we zo wel. Wanneer we opbouwen, want het is 90 à 100% kans op regen. Dus het is wel een beetje jammer. Maar ik zie jullie zo weer terug bij het volgende sessie. Wat ik ga vertellen en wat Timmy misschien gaat vertellen. Tot zo. Wat een groot water. Is dat niet normaal? Timmy's Lake. Boot staat laag, ontdaakmaat en een net. Die mag je niet gebruiken van je eigen. Anders dan kunnen er ziektes ontstaan bij de karpers die Timmy heeft gekocht hier. Maar daar staan ze. Gijs en Douwe, waar wij gaan zitten de hele week. Gaan we nu even kijken. Hiernaast zit een ander water. Maar hier gaan we uitvissen. Hij heeft net verteld dat ik ook een interview mag doen met hem. Dat is dinsdag, woensdag of donderdag. En dan hebben we ook nog een workshop. Die gaat dan dinsdag komen, volgens mij zei het. En dan gaat hij over elke stek gaat hij dan lopen. En dan gaat hij wat vertellen over het water, hoe je moet vissen. En Gijs die rijdt nu weer verder. Waar we eigenlijk denk ik moeten zitten. Oh, we zijn hier. Ja, had je nog bij hem in dat winkel zien? Kijk eens even, dat is een mooi groot water. Kijk wat een jonkie zei. Kijk dat even. Hij is naar je naar binnen, hè? Jo, dank je. Nu kijk hoe mooi net. Een weefsling. Gaan wij hier zitten, Hijs? Met z'n drieën? Dat je gewoon hier naast moet zitten, op 7. Oké. Okay. Niet filmen hoor. Nee, daar gaan we niet filmen. Ja. Daar gaan we niet filmen. Dan wordt op die camera beeld. Wat zeg je? Ja, dat past ook niet op dat beeld. Nee, zeker niet. Dan moet je het uitverkleinen, dan kan het wel. Maar dat is een slecht beeld. Zo, wat een groot water. Mij net uitgelegd dat deze kaart, hoe donkerder het is, hoe ondieper het is. Dus deze kleur is diepst, dus 2 meter, dan gaat het iets lager en lager. Dus deze kant kun je allemaal belopen, alleen hier is het rood, hier kun je allemaal niet lopen, alleen hier, dat is ongeveer 1 meter, dus ja, ik heb er wel zin in, hier gaan we wel vangen. We gaan nu uitzetten, alle stokken, tenten,
Het gaat ook regenen zo, een hele grote bui. Gaat het in één keer zo. Dus ik moet eventjes opschieten om de stok even uit te zetten. Pak eerst de bugs. Zitten we even die paar ganzen bellen voor de barbecue. Ja, die gaan we vanavond even opeten. Ah, een mooi boot zo. Roeien! Tot zo. We gaan echt topvissen vangen. Ik heb gehoord 18. 36ers. En 9 van boven de 18 pond. Nou, dat is dan 36. Ook een paar van 20. Dus dat boven de 40. Dus we gaan zien wat we allemaal kunnen vangen. Ook eentje van 52 pond. We gaan zien wat we hier met z'n allen kunnen vangen. We zijn met 8 man. Dus tegenover ons daar zitten ook een paar. Die zitten in een hutje, in een huis zeg maar. Daar kun je gewoon lekker zitten. Hoef je geen tent op te zetten. Maar Henk en Auke die zitten daar verderop. En ik zeg gaan met Douwe en Gijs. Maar ik ga afsluiten. We gaan nu lekker opbouwen. Tot zo. Maak dit los. Batterijtjes er natuurlijk eventjes in. En dan gaat het aan. Altijd eerst checken voordat je hem weer afsluit. Want anders moet je hem weer openmaken. Maar hij doet het. Dan draai je hem weer vast. Nu zit hij vast. Ik doe hem even vast aan. Volop, maakt niet uit hoe hard hij is. Ik moet hem natuurlijk wel horen natuurlijk. Ga ik hem nu aanzetten. En de Thunderbox doet het, ook aan de andere kant. Ja, altijd checken. En dan nu ga ik naar Douwe en Gijs. Ik zal mijn standaard wel meenemen. Zandenbox in ieder geval bal bij me. Want als er een toet is, dan moet ik hem wel horen natuurlijk. En deze kan ongeveer 250 meter van mijn stek vandaan. Dus ik ga nu even eten. En nu zitten er ook mooi bij hier. Marre. Kijk eens even. Goed voor elkaar. Gijs en Douwe hebben ook al de stokken ingelegd, eentje. Straks gaan we het met de boot doen. Dus dan gaan we helemaal los. Tot zo. Douwe, even stukjes. Hier gaan we met de mie. Ik heb net. En het net. Ja, ik heb hem vast. Ja, erin. Ook moet ik even met je mee houden, anders wordt het misschien nog niks. Roeien, waar zijn de roeispanen? Die zitten er nog niet in. Hier. Dan moet je nog even in trekken door de vis. Goed gebeurd. Goed gebeurd. Heb je wel film net, Pieter? Ja, ik film toch. Hij heeft er al hier nu. Hey! Zonder boot uitgevaren te hebben. Even een afzetten van de kamer van Victor. Ja.
niet. Een Shield. Hij heeft een Shield. Hier rijdt het net. Oeh, meester. Hey, ja! Ja, niet zo lachen! Als ik gewoon stonden gewoon om me, dan ben ik wel 100% zeker. Oh, geen! Oh, man, Pieter. Ben een ziel. Hier al vast die stok. Deze stok. Ja, kijk, hij zit vast. Even ruwen, ik ben een ruwenstal. Ik ga maar even ruwen. Nou, wat doe je nou, man? Eerste vis van de... Of de eerste vis van de sessie. Eerste vis, het is binnen, Joost. We hebben één zilt gevangen, die hebben jullie gezien. En ik zat net een soundbox aan het regelen voor hoe je dat moet installeren. Om het eventjes uit te leggen hoe dat moet. En ik had dat rode knopje vergeten uit te leggen. Dat zal ik zo eventjes doen als ik weer terugkom. Dat had ik helemaal vergeten. Dus mij kan ik dat wel zo laten zien. Ik heb de soundbox hierin zitten. Ik heb even wat patatekas meegenomen. Kan niet zo goed Belgisch. Als je in België zit, dan moet je wel een beetje Belgisch kunnen. Kijk, dit rode puntje moet je aanzetten. Ja, moet je indrukken. En daarna moet je je tutor aandoen en dan kun je ze connecten met elkaar. Een mooi systeem is dat. Ik heb even wat patat. Net ook bij Auken en bij Henk gebracht. En nu gaan we eventjes naar de Waker en naar Jan Baarsen en naar Sjoerd. Want die lust denk ik ook wel deze patat. Die heeft Gijs gebakken. Dus en dat wel goed komt. Straks gaan we eventjes uitvaren en wat stokken neerzetten voor bij de stek. Dat mogen stokken iets hoger zijn straks. Even kijken als de wagen er al is hier. En ze zullen er al zitten, want kijk eens hoe mooi hun hier zitten. Mooi setje zo. Ze zitten hier mooi zo. Ja? Ja, dan kwart over 9 aanwezig geweest en 9:30 dan 10 uur voetbal. Mooi hè. Zo. Maar feitje 2 kan van het kort. Zo. Ja, gewoon bij de kinderwezen, maar dan moet je gewoon even kijken waar Mufaiti 2 zeg maar moet daar zit Henk thuis, ja. En Auken tegenover. Ik heb Klaas Albert daar zit ik. Vroeger, maar dan zit aan het met Henk en Gijs. Of Gijs en Douw. Top. Tot zo. Ja? Zeg je? Hey, bedankt Peter. Hey. Oh, een boot. Oh, die zit aan het uitvaren. Nou, ik zit daar bij Jan, de waker, en bij Sjoerd. Wat zegt u? Wat zegt u? Dat was Jan. Jan de waker, volgens mij. Ik hoor hem niet, hij gaat niet verder praten. Zal dan wel, ik weet het niet. Maar ze trekken aan mijn draad. En daardoor gaat mijn soundbox af. Dus ik heb misschien beet, maar ik denk dat Gijs langs mijn stokken gaat en eraan trekt. Maar ik denk dat hij nu een seintje geeft dat het nu moet komen. Want we gaan ze allemaal even uitvaren. En ik heb een radler 0.0. Ik drink zelf niet. Ik rook niet. Natuurlijk dan ook geen drugs. Ik doe helemaal niks. Geen rare dingen.
Als je, ik vind als je drinkt en rookt, dan vind ik het allemaal een beetje te gek. En als je drinkt, dan heb je de controle niet over jezelf. En ik vind als je drinkt, dan, ja, dan kan de ene erachteraan en dan de tweede en de derde. En dan ben je, weet je hoe ver het is. Kijk, heen, die is aan varen. Dan zie je Auke daar eventjes lekker zitten. Kijk eens eventjes. Huppa! Hopelijk gaan we bakken vangen hier ook. We gaan eerst het beetje het weekend het water leren kennen. En dan een dinsdag. En dinsdag gaat Timmy, die dit hele water heeft opgericht. Daar gaan we ook een interview van zien. Dat gaat later deze week even gebeuren, dat we een interview hebben. Dan gaat hij alles vertellen over het water en hoe je erover denkt en hoe je het beste vist. En we krijgen ook een specialist, die huren ze, of die zit in dienst hier ook. En dan die gaat alles even een beetje vertellen hoe het moet. En hoe het water hier een beetje werkt. En het beste, wat we eraan moeten doen en wat voor her en wat voor het systeem. En welke tijd we dat moeten doen, dat vertelt hij allemaal. Bij elke stek krijg je één uitleg. Maar aan dinsdag gaat hij een beetje het wier weghalen. Want hier zit heel veel wier om dit meer heen. Dan kreeg hij dus net een run. Dan gaan we even aan Gijs vragen waarom en hoe. Anders ging hij wel door. Dus we gaan even vragen aan Gijs of aan Douwe wat er eigenlijk nog los is. Gijs en Douwe. Ik heb even een vraagje. Zit je nog aan het bier? Ik heb een vraagje. Ik heb een run gehad. Een run? Ja. En mijn kijkers denken ook dat ik... ik denk, en de kijkers denk ik ook, dat jij eraan getrokken hebt. Ik... Jij trekt er niet aan. Ik trek maar aan één ding, Pieter. Dat is niet aan jouw tutor. Dus, maar had je er eentje aan, denk je? Nee. Maar gaan wij zo bezig zijn? We gaan zo varen, ja, okay. Met jouw hengels. Gaan top, we de hengels eruit top. Varen, mooie stekjes opzoeken. Top. We gaan hem even in over die van Auken heen leggen. Want als iemand een run-up hebben jullie ze met z'n tweeën, dat is leuk. Ja. Dat is mooi, Nou. Nou, de aanhanger even wegbrengen, want er zit nog een egg in, een green egg. Die moet nog even naar de jongens toe. Oké. Dan gaan we dat even oplossen. Dus jullie zien mij zo terug. Misschien in de boot, maar ik weet niet hoe we dat gaan oplossen. We gaan even het positioneren. Dus tot zo. Wij openlijk meteen met een vis. Nou, we hebben ook dit eventjes zo neergezet. Ik heb twee andere stokken gekregen. Even voor de leen. Van Jan de Waker of van Sjoerd. Om ze zo te positioneren. Heb ik geen last van het wier. Want hier zie je bijna geen wier. Maar bij de waker wel. Dat is daar. Daar zo, achter. En er zit allemaal wier. Stek 1 is dat. En dan zie je het allemaal. Zo, erboven. Allemaal wier. En hier zie je het niet zoveel. Maar hier is ook allemaal wier. En Douwe heeft ze. Hey, daar zag hij net een karp. Misschien zat dat op beeld. Zit hier, zit een stok. En hier. Dus die zitten allebei naast elkaar. En Henk en Auke die zitten allebei daar. Daar. Die zitten daar een beetje. Maar ik zit hier. Henk en Douwe die zitten hier. Dus. Staat er heel mooi zo. Staat er helemaal klaar voor. Ik heb mijn salmonbox bij me. En ik loop nu eventjes naar Henk en naar Auke. En daarna ga ik eventjes vragen om zijn drone te gebruiken. Om dat te laten filmen en dat jullie laten te zien. Het zal wel heel vet zijn dat je even een mooi filmpje van een GoPro hebt. En dat gaat hij besturen. Zou ik ook wel een keertje willen dat ik een drone in de lucht heb. Dat ik gewoon een drone heb voor jullie om te filmen.
waar ik ook heen ga, dat ik dat altijd kan filmen. In de mooie natuur, waar je eigenlijk niet mag vissen. Daar zou ik echt heel graag mee willen meevissen. Maar dan gaan we even vragen naar Auken als hij die drone eventjes wil filmen. Maar hier is onze vriend Henk. Hoe gaat het hier, Henk? Nou ja, ik heb net een paar trucjes gehad. Ik wou niet doorlopen nog, maar ik zie het wel zitten. Ik zie de vertrouwen wel in jou. Ja. Waar is Auken? Auken is even binnen, hebben ze bed al gemaakt. Nu zitten er zo wel mooi bij. Ja, toch? Top. En hoe wacht je dan vannacht? Hoe wil ik even wachten? Niet te druk zo voor het eerste. Oké. Je moet het eerst een beetje aanzien, hè? Ja, ik heb de spullen nog niet helemaal voor elkaar. Ik ga morgen even naar de shop toe. Dan haal ik even nieuwe spullen en dan. Ja, want de shop. Alles weer ver in. De shop die zit bij dat huis daar. Hey Auken, ik heb van goede bronnen gehoord dat jij een drone hebt. Ja, ja. En dus mogen wij die ook gaan gebruiken voor de kijkers om die content. Absoluut, dan gaan we morgen die even in de lucht, Pieter. Om die content te bezorgen. Nou, dat zal wel top zijn. Maar wat zingen ze altijd als iemand op het dak zit? Kom van dat dak af! En dan is dat de vraag is gesteld en onthuld. We hebben gewoon een drone straks de lucht in. Morgen. Morgenochtend denk ik al. Of misschien, ja, ik denk ochtend. Want wij gaan even alle stekken bekijken. En waar al het wier ligt. Dan kunnen we die een beetje gaan ontdekken. En waar we alle onze hertjes op de centimeter na wat moeten neerleggen. Want dan kun je precies zien waar het dier ligt. Lijveren. Ja, lijveren. Dat zou wel gaaf zijn, ja. Dus dan hebben we alle vragen gesteld die moeten gesteld zijn. En dan gaan we daarna even naar Jan. Die zit daar met Sjoerd. En daar heb ik de stokken van geleend. Waardoor ik de stokken eventjes een beetje omhoog heb gezet. Dat is zo kunnen neerzetten. Dat heeft Auken wel, maar Henk niet. Heb je daar een reden voor? Ik vis nou over het wier heen. Over het wier? Precies over het wier heen. Achter dit wierbed hebben wij nagenoeg geen wier meer. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik niet per se zo hoog moet. Kijk, Auken die moet wat verder weg. Dus die heeft er wat meer last van. Dus die heeft wat hoger staan. Oké, okay. Maar is dat speciaal draad ervoor? Nee, dat niet. Hoeveel honderd heb je? Ik heb een gevlochten lijn. Gevlochten lijn? Ja. Oké. Okay. Ja, dat snijdt wat makkelijker door de wieren. Mocht het wel vast komen te zitten. En daarvoor heb ik een snack leader 50 honderd. Oké, okay, hoeveel meter? Een stukje voorslag, 20 meter. Zo. Ja. Oké. Okay. Een gevlochten lijn is wel erg gevoelig. Het snijdt wel snel wat oren doorheen, maar als het iets raakt wat scherp is, dan is het ook direct door. Vandaar de voorslag. Ja, oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer, want je moet alle informatie moet je bij je brengen en dat in conclusie maken hoe je wil vissen. Dus dat. De goede tip van Henk Jelies. Maar ik heb zoveel respect voor vloggers, want die moeten elke keer hun hand, hun schoenen. Ja, ik zou net zeggen, heb jij het geen is last van niet schouder, normaal. Je telefoon? Het is niet normaal. Ik heb. Maar weet je wat ze daarvoor uitgevonden? Nou, luister. Een selfie stick. Een selfie stick. Ja, die heb ik bij me. Die heb ik bij me. Dan hoef je niet elke keer met je hand. Ja. Dan kun je gewoon zo met een selfie stick. Heb jij mij gezien bij Karf Zwolle? Daar heb ik de hele tijd zo gaan zitten staan. Naast Ernesto Kanemega, naast Kevin Diederen, naast KWO Community, Mark Hofman en Michiel Pila. Hele tijd zo gestaan. Ook bij het MSB. Bij Martin. Hele tijd zo gestaan met mijn arm. Zo.
Terwijl je gewoon een selfie stick hebt. Ja, nou ja. Waarom gebruik je die nu? Ik dacht er niet aan. Ja, dat kan ook niet. Dus. Ja. Hé, hey, maar even. Dan wij hier niet even achter. Vannacht even een engeltje. Niet anders. Of mag dat niet? Heb jij een engeltje daar? Hé? Heb jij een engeltje daar? Ik heb er daar nog een staan. Ja, maar waar leg je nu in dan? Nou, ik heb hier een heel mooi openingetje gemaakt. Dan kan ik zo tussendoor. Nee, ik ga dat niet doen, dat mag helemaal niet. We zijn hier op afgoed. Het is wel de verleiding, hè? Ja, het is verleiding. Maar nee, we zijn lekker op Timmy's Lake aan vissen. Dus, ja, dit is een heel groot water om hier te kijken. God, wat een werk. Wat een werk. Jullie zien me zo bij Jan de Wagen. Van de grote singel. En Sjoerd. Oh, kijk daar uit. Kijk daar uit. Even daar heb je wc, hè? Oh, ja. Ja. Nou, hier kun je ook karpers vangen. Hier zo. Allemaal bulten. Dat heb je ook op de snelweg. In België. Dan heb je allemaal van die bulten. Die wat water in zit. We gaan onze sonarbox. Die zit hierin. In mijn jas. Die gaan we goed in de gaten houden, want ze zijn gepositioneerd en ze kunnen elk moment afgaan. Ze zitten eigenlijk, in principe zitten ze niet hier. Even voor de zekerheid gaan we de drone er morgen overheen halen, 's ochtends, om zo eventjes goed te weten waar het hier ligt. Er schijnt daar zo'n licht, maar ik lijk nu zo Goliath. Moet je kijken hoe lang ik ben. Mijn benen zo. Maar dit is eventjes voor het schijnen van naar mijn tent toe. Oh. Dan kun ik gewoon lopen hier. We hebben harde muziek aan, die Belgen. Hardstijl. Dan kan ik eventjes mijn stokken even beter vinden. Want dan weet ik niet waar mijn tent is. Ik zie jullie zo terug. Ik heb ook een mooi licht gekocht. Die zit in mijn tent. Ga ik even al mijn licht positioneren. Want ik heb wel het gevoel dat we wel wat gaan vangen. Ik ben nu op de plek. Ik kan het in ieder geval laten zien. Dan moet ik even geduld hebben. Heel hard aas wel. Zo goed licht hoor. Even kijken hoe goed licht. Volgens mij kan die ook nog wel. Ja, zie je wel. Nou, hier liggen mijn stokken. Top. Even hoofdlampje aan en dan daar schijnt het licht nog steeds. Maar ik dacht dat ik doodgestoken zou worden door die muggen. Ik was nog heel lang eventjes bij Jan de Wager en bij Sjoerd. Even lekker zitten te merken, zeggen we altijd op Urk. Lekker zitten te praten over van alles en nog wat. Bonus gekregen van de greenbaits van Sjoerd. Dus ik zit hier mooi zo. Ik ga nog even naar Gijs en Douw, want ik heb een tijdje daar geweest, ik denk een uurtje of zo. Dus ik zie jullie zo bij een vis hopelijk, en anders weer wat anders. Henk en Auke hebben al een vis, die hebben jullie denk ik net al gezien. Mooi visje van 9 pond denk ik, zeiden ze. Die zullen ze wel sturen bij de WhatsApp groep en dan kan ik hem selecteren als Vimrol. Nu kan ik jullie hem ook laten zien. Dus ik zie jullie zo terug. Hallo Pieter. We hebben een grote karper aan zitten, jongens. Ja? Lekker man. Oh, dit. Hey, maar nou even de grote vraag, hè. Geniet je nog een beetje, of niet? Oh, dit.
En we vermoeden boven de 30 pond. Haha! We hebben het. Hey, maar waar is die nou dan? Hij is weg. Hé? Hey? Heb je hem al teruggezet? Ja. Dat is een klein visje. Een klein visje? Oh. Hij was maar 15 kilo. Dat gaan we nu zien. Zien jullie. Dat gaan we nu zien. Nou, hij stond erbij. En hij keek ernaar. En ik ook. Gaan we en we verschoten in één keer. In. Ja, wat van die pofferet? Misschien 30, hè? Want 33 is per pen. Oeh, dood! Lastig is dat. En even een half. Laten we eens even zien, Pieter. Voor dat de film, is 33. Hè? Even een half. Nee, joh, dat is geen 33, vriend. Ik denk wel die 20 pond is. Rond de 20 pond, ja. Nou, dan is het geen 30. Het is een goed begin. Geen water over mee. Het is een goed begin. Ja, dat wel. Jongens. Nou. Hoop. Hij slaat me over. Kijk. Ik heb een box. Een box vaar. Lekker man. Nee, neem het je met de bal voor hier. Ik krijg niet meer met de bal. Oh. Die hoofdlampen vanuit. Dat is heel clever. Doe maar even netje. Lekker man. Netjes hoor, hé. Mooi ding. Ja, mooi man. Ja. Nou, ik zou zeggen, laat lekker zwemmen. Moet ik hem in de beetsling? In de baardmat, toch? In de beetsling. In de beetsling. Zo de beetsling op. En dan. En dan gaan we ook even het vrij laten zien, want dat vind ik ook hartstikke mooi om te laten zien. Dus de kar op de recht gevangen. We moeten hem eerst rustig laten bijkomen en dan weg laten gaan. Kijk eens oh, even, mooi, hij gaat al. Yes, de eerste is binnen. Yes. Top gedaan, Pieter. Ja. Dank jou. Die stocht die staat nu hier. We gaan hem ochtends vroeg gaan we die positioneren. Ook op dezelfde plek. Die andere stocht die ligt nog. Die staat op dezelfde plek. Maar wat een vis. Boven de 20 pond, maar wat een vis. Mooie buiken. Ik ben er heel trots op. Maar jullie zien me zo weer terug. Het was een topvis. Ga eens even erin, jongens. Ik wil eventjes. Net een eitje erbij. Oké, een rooi eitje. Jan, ik heb er ook al in, hè? Ik heb geen foto misschien. 20 pond, denk ik. Topper. We gaan ze daar hebben we dat dan. Ik was er niet bij. Nou. Daar hoor. Ik heb een mooi visje. Die tutertjes linken, hoe doen we dat precies aan een kangaroo sounderbox? Alles opnieuw opstarten. Alles weer op nul zetten, moet je enkeltjes.
schouderblok doe je aan, dan zit er een knopje achterop, hoor je toet toet. En dat doe je gewoon aan. Ja? Ja. Even Tommy hier om worden, ja. Ah, mooi. Wat is wakker, jongen? Ja, is lekker, man. Vannacht heb ik ze in de boot van onthaard, die ben ik verrekt, man. Hoe groot was je vannacht, ja? Vier op aan nacht. Dat is ook een beetje dit. Ja, mooi hoor. Het is iets groter als dit, wat wij al hebben zwemmen. Ja, hier heb je de... De veerde moet dus een dertiger wezen. Dat weet ik niet. Dat zegt hij. Hier is de veerde. Kijk, hier zie je het. Hier zie je het. Even een haken en onder een materiaal knop. We hebben wel een visje, nu, alleen Douwe zegt dat hij wel meevalt. Hij heeft hem al in het meer zitten hier ook. Vlees, broccoli met een lekkere saus en een lekkere aardappel. Ik vind het mega. Wie is dit dan? Ahoy! Ahoy! Nou, voor mij is dit niet zo belangrijk, want ik drink niet. Dus we moeten het allemaal mezelf weten. Wat ze allemaal drinken, maar ik drink niet. Ik drink er niet aan. Wat hebben we nou voor bier? Afgelingen Trippel. Ja, dat is denk ik een best lekker biertje voor om 11 uur. Nou, ik wil hem overkloppen. Ik ga er al in op. Maar dat is blond. Dat is ook wel lekker. En nou even een dubbeltje. Trippel. Tot zo bij die vis, want hij heeft hem in het net. Mooi aan het douw. Dat is 32 pond hoor. Even kijken hoe je dure bier in zwemt. Hey, kijk eens, er zit een boei hier ook. In deze lijn waar we nu zitten. Met de helft van het water. En dan gaat heen, gaat voelen met de paddel. Hoe zacht, en als je kunt ook wel een beetje zien van wat er voor bier ligt. We hebben wat bonus bij ons, twee handjes. En dan om de dag gaan we bijvoeren. We hoeven niet heel veel al bij te voeren. Ik kan voor de meter niet paddelen, joh. Ik heb nog nooit dit gedaan. Ik heb altijd uitgegooid of met een voerboot. Kijk, en daar zitten Sjoerd en de waker, Jan Lucas. Hiernaast zit Jan Haagvoort en Jan Paarsen. Het ziet er allemaal wel mooi uit. En dan moeten we hier zitten, toch? Ja, hier gaan we liggen. Want eerst zaten we hier, daar, wat Douwe heeft gegooid. Maar verderop, 5 meter verderop, daar hebben we wat gevangen. Daar was die karper. Is dit een marker, Henk? Ze zeggen dat dit een marker is. We gaan hier even kijken. Maar hoe ver zitten wij dan uit elkaar, van Auken en jou? En... Dat is... Auken ligt bijna tegen het eiland aan. Oké. Okay. Dus dat valt wel mee. En als wij nou varen met de boot, zagen wij dan niet de vis weg? Ligt eraan.
dan wat de vis gewend is. Oké. Okay. Niet. Dit is de helft van het water en daar hebben ze dus een lijn neergelegd, een draad, met een paar boeien eromheen dat je het kunt zien. Maar aan dinsdag gaan ze dat allemaal dreggen. En dan krijgen we ook een beetje uitleg van dit water hoe je moet vissen. Maar het is een beetje zoeken nu. Ja, het is echt zoeken, ja. Dat is dus geen marker waarschijnlijk. Dit is wel een marker, maar dit is marker bedoeld. Dat is een beetje een guddingbodem. En dit is wat we eraan hebben. En dit zijn de bodems wat we eromheen gooien. Zullen we zo kijken als we een plekje hebben. Geen planten, mooi hard. We hebben een plekje gevonden. Een beetje aan de zijkant van de stek. Want hier zit ik, dus die draad die gaat helemaal een beetje zo. En mijn andere draad zit zo. Dus dan is het een andere stek geworden. Dan dat het eerst was. Nou, we zijn zo weer terug, we gaan even voeren. Toch? Ja, top. Nou, ik heb hem zo laten vallen. En er zit wel de top heen. Nee, nu niet meer. Poel lekker vieren. Poel laten lekker vieren, ja. En dan roeien we nu naar mijn stek toe. En we hebben hem eventjes nog laten voelen. Van hoe je stek nu loopt. Een beetje verkeerd filmen zo. We hebben geen twee boten. Maar het was een hard vlekje. Mooi twee handjes gegooid. Om de dag gaan we voeren. Dus als je veel voert, dan heb je meer kans dat de karpers om de stek heen zwemmen. En dat je hebt dan heb je meer kans op kleintjes dan dat je grote. Want grote. Die hebben meer ervaring met de stekjes. En als er veel bodems omheen zitten, dan denk ik ook van, dan ga je het daar niet eten. Maar als er geen bodems omheen zitten, denken de grote karpers van, dan pak ik hem wel. Dus om de dag ga ik dat doen. Dus de kleintjes die eten... De kleintjes die gaan de bodems opeten voor vandaag en voor vannacht. En misschien vannacht zijn ze dan weer op en heb ik de grote karper te pakken. Ja, en dan moet ik hem links pakken en moet ik hem even omdraaien. We zien jullie zo terug, want anders dan is het één hand te kort. Oh, we hebben hem liggen en Henk gaat nu eventjes uitleggen waar we precies liggen. Kijk, want dit is de hier, kaart. Hier ja? Zitten wij. Ja, hier zitten wij. Kijk, met die andere hengel, die recht vooruit, die ligt je waarschijnlijk hier. Ja. Hier hebben we net gevaren, dat was helemaal niks. Toen zijn wij waarschijnlijk hier langs gevaren en net dit plaatje misgepeild. Toen zijn we zo gaan varen zo. En toen, hier liggen we. Hier liggen we. Een vis? Ja. Zijn er vis? Hier liggen we, dat werd het eentje zeg maar. We zijn er net zo gevaren, zo hier langs zo. En toen zijn we hier beland. Hier voelde het hard aan. En waar ligt dan Auke dan? Auke ligt, wij liggen hier. Of jij ligt hier zo. Maar Auke gaat hier voorbij. En die ligt hier aan de achterkant van dat talutje. Ja. Ja, oké. Okay. En ik zelf lig daar. En daar tegen het eiland aan. Ja, en dan vis die hier. Dan vis ik daar, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, top. Hebben we geen last met elkaar. Maar Douwe, die rent net voor een peddel. Want ik moet even naar Timmy toe, die dit water heeft. Dan moet ik even een extra peddel regelen.
Die linker hebben we ververst. Die rechter die hebben we een uurtje geleden ververst. Helemaal scheef. Daar naartoe is de linker en de rechter is een beetje recht vooruit. Maar we gaan nu naar Douwe, want en de Gijs, die hebben een kamer waarschijnlijk. 10 meter zei net, toen hij langskwam, van dit vang je eigenlijk in een week, wat ja. Wij al gevangen hebben. Ja. Dus deze vis die we nu vangen, is gewoon alleen maar bonus. Dat zegt wel een beetje aan de tactiek van de vissen, toch? Ja, zeker. Daar hebben we dan niet aan twijfelen. Gijs die zei eigenlijk, ik denk dat we te moeilijk denken. Want wij moeten eigenlijk net zoals de vis denken. Nou, die zit aan het ridden, Gijs. Dus dat is Gijs in de vis. We zien hem zo terug als hij in het net zit. Ik heb twee onderlijnen hier. De ene is wat dikker. Is wat, ja. Dat kun je, heb je meer spanning, maar deze is meer ja, bedrading. Wat deze is, kijk, deze onderlijn is wat langer. Als je op een wat zachtere bodem ligt. Dan is het vaak wat mooier dat je wat langer onderlijn hebt. Want je loopt ja. Dat zak wat naar beneden en dan blijf je aardig bovenop liggen. Maar ik bedoel dit draad. Dat, ja. Dit is heel anders dan dit draad. Ja, dit is veel stijver. Ja. Dit is een Ronnie-rig. Kijk, dit kan draaien. Zie je dat? Ja, maar dit draad is heel anders dan dit draad. Klopt, dit moet ook stijf blijven. En waarom? Omdat het anders je haak niet op één plek blijft liggen. Oh, zo. Het mooiste is dat het op één plek blijft positioneren. Oké. Mooi hard plaatje. Ah, maar deze gaan we vandaag wel eventjes gebruiken. En deze blijft sowieso wel liggen op zachte bodem, want die loodzakt die de blubber in en deze blijft er bovenop liggen. Ja, oké. Dus dat blijft sowieso wel redelijk start liggen. Ja, oké. Maar hier vis ik eigenlijk. Nou, hier vis ik zo persoonlijk niet zo vaak mee. Douwe is nou, er wel. Je kunt het altijd proberen. Douwe is er meer gespecialiseerd in. Ik vis meer met de Ronnie. Mm-hmm. Maar hier moet alleen een, deze moet alleen een bodem en dit ja. Is alleen een pop-up. Pop-up of een baaft. Of twee baaftjes. Ik zou zelf twee kleine pop-upjes pakken. Ja, oké. Okay. Blijft hij wat mooier rechtop staan. Ja, maar die gele, die baaftjes, deze. Deze zijn wel. Ja, klein en zo klein mogelijk, dus de grote vang je eigenlijk. Kan. Die kleine vis die is nog niet zo doorgewinterd als die grote vis. Die kleine vis gaat op het voer liggen. Die grote vis kent het trucje. Die ja. Kent de klappen van de zweep, zeg maar. Ja. Ja, we moeten even kijken. Ik wil er eventjes in de nacht deze doen. Ja, oké. Okay. Ik ga eventjes bij Henk en naar Auke. En daarna gaan we eventjes naar Jan-Lucas en de Wager. Jan-Lucas de Wager en Sjoerd. Even kijken wat die vannacht gedaan hebben. Want die hebben ook wel een mooi stek. Maar aan de voorkant, zo. Dat ze hier vissen en hier aan de voorkant hebben ze allemaal wier zitten. En dan helemaal waar ze liggen, daar is dan geen wier. Of dat ze het niet zien en dan vinden ze een mooi plekje daar. Maar aan de voorkant er zit allemaal wier. Volgens mij heb ik het al een keertje gefilmd. Anders dan film ik het nu ook eventjes. Maar dat is enkel rotzooi als je me ophaalt. Dan denk je dat je een karper eraan hebt, maar dan heb je de wier aan. En we gaan ook eventjes bij Auken kijken. Die hond zit er ook. Doet dat al de hele dag, hè? Ja. Ja, want wij hebben een barbecue staan met vlees en zo. Ja, die vindt dat interessant natuurlijk. Ja, dat is heel interessant. Is deze hond van de eigenaar of zo? Nee, ook van iemand die op de kijk. Ik heb een vriend bij. hij slaapt ook aan, hè. Zwaan kan maar lopen, want het is echt een vaarkant. Ja. Hé, hey, kom eens hier. Hé. Hey. Staart omhoog, kijk het eventjes. Zit er mooi bij hier ook. Wat is dat dan? Wat is dat? Waar gaat het los bij Jan de Wager en bij Jan-Lucas de Wager bedoel ik. En bij Sjoerd. We hebben de stick mee. Volgens mij ging hij los daar.
baas, pas op, hè. Oké, baas. Kun je me even aanpakken, Henk? Deur halen. Jazeker. Hoe is het, chef? Zeker. Alles goed, chef? Ja, lekker. Laten we een topfilmpje maken. Kijk, daar is hij hier. Mooi beeld. Hij zit hem zwaaien. Nou, ik ga eventjes naar Jan Lucas toe en naar Sjoerd. En ik zal eventjes een pedal zoeken. Want ik moet een extra pedal hebben. Tot zo. Is er nog wat gebeurd, Jan? Is er hier nog wat gebeurd dan? Dus jullie zitten er mooi bij zo. Het is gewoon een mooie hut zo. Hugo! Hugo! Ik heb mijn selfie stick. Heb ik in mijn hand zitten, dus dan hoef ik niet zo de hele tijd met mijn hand te filmen. Ik ga eventjes een pedal zoeken. Maar Timmy is... Jan heeft er eentje aan. Oké, top. Jan heeft er eentje aan. Jan Baas of Jan Hakvoort. En dat willen we zien natuurlijk. Waar moeten we dan? Het is een heel avontuur natuurlijk. En we gaan eerst kijken als we hier langs kunnen. Wel, hier is een hek. Dan gaan we er eventjes overheen klimmen. Want wij willen die vis wel zien van Jan Baas. Of van Jan Achvoort. Waarschijnlijk. Maar ik zit nu aan de overkant van het meer. Van het rivier, hoe je het wil noemen. Van de Timmy's Lake. En hier zijn we nog nooit geweest. Maar waarschijnlijk hebben ze een vis. Dit is Timmy's Lake stek 2. Ik zit op stek 7. Gijs zit, dus ik zit op stek 6. En naast ons zit stek 5. Kijk, daar is Gijs. Ik hoop dat ik het met mijn vinger goed kan aanwijzen. En daar is Dick. En daar is Henk. En Auke. Daar zit dus Gijs en Kou. En daar is stek 5. Dat is de beste stek van allemaal. Maar hier zit een Henk. Waarschijnlijk van Jan Baas of van Jan Hakvoort. Alleen hebben we nu een vis of zo. Hier zit iemand. We zijn waarschijnlijk met z'n tweeën daarheen gegaan. Dit is een mooi stek zo. Dat is ook wel mooie beelden zo met de selfie stick. Dat is een karper dan? Ja. Nou, hij wordt maar niet zo gek groot hoor, maar
Van wie was dat ding dan? Wie in het van wie? Instituut het nou weer draaien? Ja, die is van Gijs. Ja. En dan kan ik nou een seintje geven als ik hem dan naar beneden drop. Ja. En dan in het midden zet dat hij een alarm afgeeft als ik in de zanderbox afga. Oh. Maar had je die zanderbox op de olie laten? Nou. Dat doe ik altijd. Maar die heeft hier nou geen werk meer hoor. Nee? Nee, vraag ik niet. Je zit hier, het is wel open vlakte, maar een boom is nou al genoeg. Ja? Dit is 150 meter, hè, 100. Ik dacht dat een tutor 250 meter kan. Ja, dat zeggen ze. Onder ideale omstandigheden. Weet je wat dat is? Nou. Een grijsveldje met een millimeter thuis. Een grijsveldje met een millimeter? Ja, waar zoveel grijs op staat en jong tutor hier in die... En als het zo groot is dan? Hè? Als het zo groot is? Dat weet ik niet. Een millimeter, dat is... Peddels, ik heb er één. Ja. Ga je zitten twee. Maar moet je even een keer bij Tim dat ding of nog niet nog een peddel is? Timmy is er nog niet, want nee, die is in Zwolle. Dat is een verhaal wel. Dan moet ik even kijken. Ik dat je dat nog was, KBO in Action Day. Nee, dat was alleen Gijs, volgens mij toch? Nee, Gijs is ook niet de best. Ik was niet de best. Dit is mijn eerste keer buiten Nederland. Ja? Het is de eerste keer in Berlijn. Ik vervolg van Jorrit nog in Nederland. Waar? Ik ga wel op een respect toe, ja. Maar je zit ook op de man. Hij heeft gewoon een vis. Nou, tot zo. En dan gaan we even dat. Kijk die drone. Die filter. Dat is Auke. Hij houdt hem op de vier. De drone is een auken, die zit een beetje aan pest. Die wil die karpen natuurlijk zien. Gooi door maar. En run. Dat hij de moeite wil doen om helemaal in deze, aan de overkant toe te komen. Hoe is de Gijs? Gijs die komt eraan. En dat is niet normaal man, je bier hier ook. Moet je kijken. Hij staat hier veel harder dan bij jullie, ja, hoor. Ja, bij mij is het helemaal niet zo hier. Het is een ramp dit. Zo. Mooi visje, Jan. Ik heb een boom. Die ligt wel een stuk verder. Dat ik dat idee met dit en veel mooie dollen erin ja. We kunnen een mooi visje, ja. Maar nog niet bekeken. Er zit een dat hier voor de wilde niet bieden. Gijs! Wacht even. Ik trek die bol wel op de kamer. Ja, maat. Deze ja? Stok is nou voor de tweede keer afgelopen. En ja, Lucas toen gemaakt, wat moet je nou kunnen ook niet doen? Dat vind ik dan nog mooi. Ja? Ja, ik hou hem op vast, ja. Timmy was er altijd bij ons. Dat hoekie van ja. Ijs. Wow! Dat hoekie van Ijs is eentje, dat is nou het beste stekje. Wie? Ja. Nee, dat zegt Timmy. Mooi scuffie. Lievek. Mooi bucky. Ja, je flink al verpaard. Onbeperkt bier hier. Daar gaat ie. Top. Mooi visie. Ha! Het gaat weer. Ja. Ja, mooi vis. Nou, ik ga weer, Jan. Ja, hoi. Hoi, hè. Tot zo, tot vanavond misschien. Ja, doei. Hoi. Nou, mooi visie. Ik ga eventjes een peddels zoeken. Dan zien jullie mij zo terug aan de andere kant, bij Auke en bij Henk. Daarnaast is ook een mooi water hier. En achter mij, bij mijn tent, is ook een mooi water. Allemaal mooi water hier. Ja, dat vind ik wel
plekken er zo. Ik gebruik deze niet zo vaak, maar film ik gewoon zo. Maar op een gegeven moment zijn ze schoerlam en dan kun je niet meer filmen. Maar dit is een topding. Als ik hem dan zo laat, ergens tegenaan zet, dan kun ik zo filmen. Dan kan ik op een karpsvallen doen. Wat heb je daar een spierbal van gekregen? Zo jongen, hey. Daar was ik helemaal kapot van. Nou, het is ook een mooi meer. Kijk. Nou, we gaan er even over het hek heen hier ook. Want hier kunnen we ver overheen. Ik weet niet anders hoe ik het anders moet doen. En ik zal even pedal even zoeken en anders even Tim en zijn vrouw. Oh, kijk eens, kijk. Ik heb er overheen geweest, hè. Ik wist niet hoe jou ook komt. Zo doe je hem open. Nou, dat is ook wat. Met alle moeite om er overheen te klimmen. Maar dan doe je hem zo open en weer dicht. En zo kom je nog ergens achter. Elke dag leer je wat. Ik ga even kijken waar een pedal ligt. Misschien is de winkel wel open door zijn vrouw. Maar hij is zelf in Zwolle. Op de Karperbeurs. Dus hoe zwemt dat hier ook? Daar is mijn schep, een mooi Porsche, een mooie negenwagen. Nou, de winkel is open. Er is ook een water zo. Een mooi water. Hey Timmy, ik weet niet dat jij in Zwolle was. Oh, ik moest toch even wat hebben. Waar heb je stoppertjes liggen? En die gewone rechte stoppertjes. Niet verlengbaar, zeg maar. Ja, die precies. En heb je ook nog een pedal voor me? Ja. Ik heb maar één pedal. Wel een andere pedal, maar ik denk dat we daar wel uitkomen. Ja. Heb je ook een tie-rips waar ik die pedal mee vast kan maken aan de boot? Maar nu komen ze pas uit de boot en die dingen zetten. Wat zeg je? Morgen komen ze op alle boten en die dat vloer. Ja, maar dat gaat hier elke keer af als je iets te veel peddelt. Klopt. Tie-rips. Tie-rips of tape. Waar je het even omheen kan doen. Tom, bedankt. Alsjeblieft. En succes in Zwolle, hè? Ja, dankjewel. De beste. Trouwens, moet ik dat wel even afgeven natuurlijk, waar ik eigenlijk voor kwam. Dat kan ook. Ja, slechts 7, hè? Ja, slechts 7. Dat is samen met die boot. En stek 7 met die stoppen. Die boot die is even zo hard. Dus geen probleem. Ja, stap erop, ja. Goed. Bedankt, Timmy. Dan gaan we weer naar de stek. En we hebben een pedal. En stoppertjes, die moesten we hebben. En, Auke had er ook net één, met Henk. Misschien komt er nu wel een foto of eerder in beeld van alle karpers die gevangen zijn rond dit tijdstip. Want het gaat opeens los. Jan Akvoort heeft er één. Henk of Auke heeft er één. Het gaat top rond deze tijd. Ik zie jullie zo terug. Hopelijk met een vis. En
Nou, ik heb mega, mega lekker gegeten bij Jan, Lucas, op de stek. Gijs en Douwe houden mijn stok in de gaten. Die hebben de sonarbox van mij in de buurt. Dus als ik een run krijg, dan hebben ze het in de gaten dat ik een run heb. Dus ik was de later dat ik bij dat hek was om mijn peddel en mijn stoppertjes te halen. Toen had ik ook een tutor bij me en mijn soundbox. Maar op die afstand zou je het niet doen, zeiden ze. En als je een soundbox hebt, mee zeg maar, ja, dan zou je ook bijna eigenlijk wel te laat zijn als je er eentje zou hebben. Want dan moet je bellen en het kost alleen maar tijd, elke seconde telt als je bij het wier vist. Dus dat kunnen we beter dan aan Gijs en aan Douwe geven om die dan te laten drillen. Ik moest even eten. Ik heb rijst met saus en nog wat andere groentes gekregen. Dat was hartstikke lekker. We zullen weer even bij Henk en bij Auge kijken hoe die het hebben. En dan eventjes daarna bij Gijs en Douwe. Daarna eventjes alleen. We zullen even zien hoe het gaat lopen. Hey, wat is hier nou eigenlijk los dan? Ja, Pieter, waar zit jij eigenlijk nog? Wat is hier nou eigenlijk los? Je hebt nog niet veel activiteit, Pieter. Oh. Ik hou hem goed in de gaten. Pieter, we kregen net de tip van de meester dat we moeten een wat grotere bolie aan doen. Willen we wat grotere vissen vangen. Want heb ik vanochtend al gezegd. Anders bleven we klein vangen. Horen jullie dat, jongens? We moeten een grote bolie vangen. En wat voor bolies of wat voor pups? Wat is het jongens eigenlijk? In de tas, kijk. Dit is de bolie waar we nou momenteel een beetje mee vissen in de formaat. Maar waar wij over praten is meer een beetje dit formaat. Berenknikkers. Boven de 25. Boven de 25. Dan gaat de kleinere vis, ja, die pakt dat wat minder snel. Dan ga je wat minder kleinere visjes vangen. Maar, en wat zegt deel van mijn... De grotere, ik zou er ook zo'n knikker aan horen. En waarom zouden we dat eventjes doen dan even? Nou, ik zou het in de loop van middag. Ik zal vandaag zo even laten. Dan kun je vandaag nog even lekker wat visjes binnenharken als het zo loopt. Het vertrouwt nog wel een beetje hoor. Dat we dat nog wel wat kunnen vangen. En dan vanavond voor de nacht zou ik er lekker een dikke tango in. Dan hoef je vannacht niet voor die kleine visjes eraf. Ja, dat is dan je voor, misschien voor de nacht, als je dan een run krijgt, dan weet je ook dat je wat. Dat er wat aan zit. Ja. En het is ook de moeite waard om er even lekker af te gaan. Ja. Oké. Eerlijk gezegd, voor dat kleine spul blijf ik vandaag liever liggen. Want Gijs had net ook een karper, hè? Heb je gezien? Nou. Zo'n dingetje. Ja, ik had het gezien, ja. Die was nog kleiner als die zeel. Ja. Die vond. Die filmde ik ook. Ja? Toen ze zaten te drillen. Oh. Maar het was een kleine vis. Ja. Ja. We hebben nog 6 dagen. Ja, dus, no stress. No stress. Ja. We gaan zo naar huis en de Douwe. En hoe zit het met de baker? Heb jij zijn pamper al geschoond? Nee, dat doen we dinsdag. Dat doen we dinsdag. Oh, jij bent dinsdag aan de beurt? Ja, dinsdag. Oh, dinsdag. Ja, voor het slapen gaan of 's ochtends? Allebei. Want weet je waar je mee zit? Als hij 's ochtends wakker wordt, dan zit het tot aan zijn nek. Dan moet je ook verschonen, hè? En vervoeren. Moet je ook? Voeren. Ja, je moet hem ook voeren. Slappetje voor. Nou, hij heeft mij net gevoerd. Oh, nou. Ik had net gegeten. Dus dat was wel hartstikke lekker. Wat had je op dan? Rijst met saus en dan groenten erin. Goulash. Oh, goulash, ja. Ja, lekker. Dat was wel hartstikke lekker. Goulash. 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 Maar die groenten, dat was wel... Ja, goeie? Ja, uit dat pannetje zeker. Want ja, dat pannetje, ja. Maar vanavond heb je stoofpotje, heb ik begrepen. Ja, mooi stukje vlees heeft Gijs al laten zien aan de kijkers en aan mij. Gijs die maakt, die pakt altijd een stuk tri-tip. Dat is een stuk ja. Rood, zeg maar. Dan laat hij dan gewoon de hele dag laat hij dat zo doen.
Ja, dat is een, morgen gaan we dat eten, toch? Het is in principe de bedoeling om dat gewoon even thermogeuten erin en daarna gewoon lekker opeten. Maar wij laten gewoon sudderen. Ja, dat is het lekkerste. Dat is het lekkerste. Ik heb het morgen gaan we het eten, zei hij. Oh. We gaan het laten sudderen en dan gaan we vandaag gaan we kippenstiesels eten. Oké. Okay. Oh ja, hij had ook nog kippenstiesels, toch? Ja. 30 stuks, toch? Ik weet niet hoeveel. We kunnen er ook een kippenstiesel aan hangen. Misschien dat dat wel lekker werkt. Tot zo. Bij een hopelijk een vis. Een grote. Even deze keer. Kijk. Beveiligen van de karproeven. En Henk heeft ook wat. Wat zei jij, Henk? Nou, ik reed net op de fiets. Ik reed al aardig hard. Ja. En ik heb een duif aangereden. Roekoeloos rijgedrag. Roekoeloos. Ja. Die is wel heel droog. Heel droog. Kijk eens thuis. Roekoe. Die kun je door een ringetje halen, die grap. Dat zei ik net ook al tegen Hauke. Als de grappen veel flauwer worden, dan gooien we ze in de bak. Zo is het. Had jij nog meer, Henk? Had jij nog meer? Ik zal eens even voor je kijken. Want een deur, hè? Die heeft toch vaak een klink? Ja. Dat klinkt heel goed. Dat is een deur van de grap. Oh, het is man, doe het. Zoeken. Nou, we gaan even zoeken. Nou, ik zoek ook altijd. Oh ja, een deur is toch altijd een plaat. Als je tegen de deur aankomt, dan val je op je plaat. Ach man, jongens. En als je deze stok voor je hebt en hij valt, dan valt hij van je stokje. En de vooruit, je gaat altijd vooruit. Ja, de achteruit gaat altijd achteruit. Een zuurheid dan. Hey, Ankie. Tjeerd is jarig. Gefeliciteerd. But Ankie. Sorry. Nou, wij zonden vanavond een tri-tip. Zullen we eraan gooien, aan de her. Een tri-tip. Of een stukje in kalfshaas of zo. Tri-tip staat nou bij ons, staat hij nou op de barbecue. Nu. Hier, zie je dat? Oké. Okay. Dan gaan wij daar nu even naartoe. Ga je hem grillen of ga je hem sudden? Hij gaat er vanmiddag op in blokjes. Ga ik hem dicht over met een uitje en een botteltje en een palaatje. Een trijt uit de doelstikker een ezeltje. Ja. En dan morgen wordt dat. Dit is zomaar een ezeltje, hè? Die potje. En vanavond eten we diamanthaas. Met een stukje broccoli en een paar aardappels. Lekker, lekker. Dan kom ik zo even bij je, Gijs. Hij komt zo even bij je langs om even te kijken hoe het allemaal gaat met eten. Maar wij hebben vanavond een heerlijk stukje kipfilet, medium rare. Dat is lekker. Wij hebben vanavond kip sashimi. Ja, dat heb ik ook al wel eens op, ja. Maar ja, wij hebben vanavond kip sashimi. Nee, die opmerking. Kan ik niet maken, laat me zitten. Ja, kip sashimi. Sashimi? Kip sashimi? Dus een rauwe kip zo op het rijst. Oh, dat is heerlijk. Oh, een rauwe kip op het rijst. Oh, dat is, ja, dat kan ook wel eens lekker wezen, ja. Henk, hou eens vast. Ja. Sanderbox. Je laat het je zo opdraaien. Ik kan beter niks zeggen. Ja, ik kan beter niks zeggen. Dan moet je eerst een nieuwe stoel kopen. Een garantie vragen aan Raven. Ik voel enige spanning hier. Nee, ik zeg dat niet. Jan is ook. Ja. Ze zeggen dat je voor de waker. Ik ga. Die moet je verstonden en zo. Dat soort dingen. Maar Jan is ook erbij. Het beste, hè? Ik zie jou. Een hele wat grappen en wat tips. We gaan nu naar de tent. Even kijken hoe mijn stokken erbij liggen.
En dan daarna gaan we naar Gijs en Douwe. Want die hebben het vlees op de barbecue gezet. Dus het is afgekoeld, want het was min 22 graden in de koeling gezet. Maar dat staat er zo wel mooi bij zo hoor. Henk heeft de vis. Jongens. Henk heeft de graskarpen. Ik heb net mis geslagen. Oh. Ik ben aan het vissen op graskarpen. Allemaal gras, nee. Wat een graskarper. Ik dacht, nou, ik moet even heen lopen. Ja, maar hier zit dus ook geen graskarpen. Misschien maar wel... Hier, misschien hier weer iets, maar... Ja, wel. Kijk. Waar zijn ze? Kijk hier, haring. Oh ja, we vissen op haring. Kijk, haring. Haring. Ik denk dat hier wat zit. Ja, haring. Even een grapje tussendoor natuurlijk, hè. Moet ook gebeuren. Wat doen we nu? Ik ben aan het vliegvissen. Jongen, wat droog. Zit weer gaat vissen. Dan zit je weer aan het vissen. Op Urk zeggen we altijd, weer is wier. En dus bij ons is het wier vissen. Henk, ik heb nog een goeie. Ik stap op. Ik ben er mee aan. We hebben vis, maar we hebben even een grapje. Even tussendoor. Ik denk dat hier verderop een bushalte. Dus je gaat in de bus, maar hun gaan nu in de boot. We hebben vis, jongens, we hebben vis. Komt die hier? Pak hem erboven, kom in. Ja, doe maar, drillen maar. Over me. Over me heen, hè? Ja. In de boot drillen. Tot zo. Met een vis. Sowieso met een vis. Wat een run. Jongens, ik heb de running rig van Gijs. Heeft Gijs voor mij laten maken. En die ga ik er nu in doen. Ik denk dat we daar nog wel wat aan hebben. Een blanke bolie eraan. Met een beetje frutella. Fruit. Ja, zoiets. Geur eraan. Kijk, hier ligt hij. Hier had ik al klaar. Is de Ronnie rig. Alle kanten op.
dat hij lekker alle kanten op kan bewegen. Dus ik ga hem nu verversen en zelf met de boot eventjes gaan varen. Even kijken als dat werkt. Dus dan gaan we zelf eventjes kijken hoe dat gaat. Ik ga dat niet filmen, want dan raak ik handen tekort. Dus tot zo. En hopelijk snel met de vis. Het is laat. Ik heb nog niet meer heel veel gefilmd. Maar zien jullie daar een goud kooikarper? Een oranje. Wat een mooi vis. Nou, we zijn er veel meer, dus we gaan even verder kijken. Kijk jongens, meisjes, kijkers, ben helemaal omgelopen. Volgens mij zag je die eiland wel. En dit eiland, daar kun je oplopen. Hoef je niet per se met de boot langs. En je zag net die kooi. Ik weet niet hoe je hier langs kan gaan. Maar we gaan even loeken. Als er daar nog meer vis ligt en zwemt. Maar Gijs die zit aan het opletten op mijn hengels. Maar het is wel heel ziek hoor dit. Dat we kooi zien. Dus ik ga hier even een rondje lopen. Want we moeten alles ontdekken natuurlijk hè. Want als er kooi op je sterk zwemt. Als je dichtbij daar bent, dan moet je er wel voor zorgen dat je er een beetje dichtbij bent. En ik weet niet wat dit allemaal is. Maar dit is op de karaproeven. En je moet wat. Hè? Zwemt hier wat. Is dan het open water weer helemaal. Zie je. En dat is stek 5 daar ook. Maar als een vis zwemt daar. Net zoals die kooi. Ik hoop dat jullie die gezien hebben. Dan zullen er vast wel meer kooi zwemmen. Maar kijk. Jammer dat ik hier niet helemaal kan heen lopen. Ik weet niet wat dat is, maar is het dicht, zie je? Het is een huisje. Ik weet niet wat voor huisje, maar er zitten ramen tussendoor.
Maar hier zwemt geen vis, jammer genoeg. Dat is wel vet jammer. Ik loop hier eventjes in mijn eentje. Maar ik loop de hele tijd in mijn eentje. Ik ga mijn eigen weg, maar die hond die zie ik daar lopen. Die loopt de hele tijd al met me mee. Ik denk dat ik al 5 minuten zit te lopen. Om eventjes die kooikarpers en donkere karpers te kijken. Want ik heb nu een zonnebril op, zoals je ziet. En daardoor kan ik wat beter kijken. En nu kan ik er weer spiegel in. Kan ik wat beter ontwijken dan dat ik geen bril heb. Dit is een fononoodbril voor karpers te zien. Kijk, de ouwe gaat nu het water op. Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan weer even het eiland op. Tot zo. Even kijken als we wat kooikarpers kunnen spotten. Want hier zitten ze allemaal. Ook de donkere vis. Dan ja, loop gewoon mee. Soms gaat hij in het water en soms dan gaat hij weer terug. Hij vloog ook de vorige keer een zwaan aan. Dat was wel bizar. Dan kun ik hier gewoon in. Kom, kom eens, kom. Kom. Kijk, en nu gaat ze weg. En let op hoor, straks zie ik hem bij het eiland. Dan zie ik hem weer lopen. Nou, we gaan het toch even proberen. Om even die karper spotten. Hier kun je in. En nu kun je in. En ik ga hier eventjes in, want daar in de buurt, daar zag ik vis. Tot zo. Ik weet niet hoe ik er doorheen kom, maar ik ga voor jullie regen, jongens. Ik wil een paar vissen zien, spotten. Maar dan moet ik wel eventjes hier doorheen. Net probeerde ik het niet, maar nu wel. Maar nu beland ik hier. Kijk, ik ben hier net doorheen gegaan. Allemaal prikkeldraad. En prikbordjes. En nu brand ik hier. Maar ik zie niks. Dit zou wel een mooi plekje zijn. Wel allemaal wier. Misschien zien jullie dat door deze bril. Ik zie het nu niet zo. Dit kun je beter zien dan dat je de bril niet op hebt. We zullen ook even douchen, dat kan hier ook. Dan heb je wc's. Als je dicht bij het internet hebt, of bent bij het kastje, heb je ook nog internet hier. Dus ik heb een hele tas vol met broeken, nieuwe sokken en nieuwe onderbroeken. Of onderbroeken en nieuwe sokken, dat ik die aan kan doen. Want een halve dag niet naar de douche geweest, dan ga je op een gegeven moment ook denken van nou, wat wel eens tijd. Gijs had er bijna één, die is losgeschoten.
gaan nu alle hengels inhalen. En dan gaan we met z'n allen bij Auken en Henk gaan we barbecuen. En dan haalt iedereen hun stok binnen. Tot zo bij hopelijk straks een vis en bij de barbecue. Toppie. Nou, lekker lepping. Dacht je ervan? Lekker man. Henk, houdt er van een hoestukje vlees? Pas die erop? Tuurlijk, die maken we pas. Lekker buffettetje. Nou kijkers, we hebben lekker gegeten net, gebarbecued. Alle stokken hebben we binnengehaald. En nu gooien ze allemaal weer in en positioneren we ze voor de nacht. En ik ga ze allemaal klaarzetten. En de vrienden die gebarbecued hebben ook. Dus hier is een timelapse van het opzetten van de stokken voor alle nieuwe producten die ik ga positioneren op het water. De nieuwe pop-ups eraan, dezelfde pop-ups, maar alleen maar vers voor de nacht. Dus tot zo en geniet van de timelapse. Nou, ik heb ze allemaal ingegooid. Ik heb ze allemaal vastgehouden. En daar gingen we vandoor met de boot. Die legde ze neer. Alleen kon je mij zien dat ik de stok hielde. En daar gingen we met de boten vandoor. Dus ze liggen nu spot aan. Tutu stond niet aan net. Ja, top, nu zijn ze echt weer scherp. Beetmiddels aan. Niks meer aan doen. Top. Douwe en Gijs gaan nu aan de overkant hun stokken neerleggen. Dus ik ga even mooie shots maken van hun. Ook eventjes bij het eiland. Dus tot zo. Dit is een hark, een soort van dregger. Die gaan ze dinsdag gebruiken om dat te laten dreggen. Ga je daarin zitten en dan ga je heel het water ga je dan op. En
dan gebruik je die dat grote hark en dan neem je al dat wier mee. Op je steen. Gijs die zelf stond op de achterbank van Henk. En Henk zat aan het fietsen. Geniaal. Ik moest eerst lachen en ik kon niet filmen, want ik moest eerst lachen. Kom, hoe lacht hij nou? Het stond zo grappig uit. Ik had een... ik zat me overwrap aan het zoeken bij Henk en bij Auke. En mijn overwrap zit er overheen. Helemaal. Vastgemaakt met mijn tent erbij. Maar ik zat me overwrap aan het zoeken. In de caravan van Auke en van Henk. En mijn linker gaat af. Ik heb me helemaal niet gehoord. Gijs en Douwe zijn samen met de hengel gaan varen, maar hij is losgegaan. Het komt denk ik dat ze te laat zijn, want ze moeten dit stuk lopen. Dus ja. En ze hadden het wel gehoord, want de beetmelder, de soundbox, die hangt daar aan de kar. Dus die hebben ze wel. Die hebben ze wel gehoord, mijn tutor van mijn linker. Maar ze zaten eerst aan zoeken bij hun zelf van wat gaat er af? En in één keer mijn soundbox. Dat was mijn linker hengel. Dus ja, een misser weer. Tweede misser. Maar ik heb er al twee. Sommige mensen zitten een week en die hebben er nu twee. En ik zit er nu een nacht en twee dagen. Dus is wel een voordeel dat ik nu al twee karpers heb. Elke dag heb ik er in principe al één. Dus ik zit nu vlogs aan te kijken. En als die afgaat, gaat die af. Maar er zit veel aan het azen. Ik heb wat filmpjes bij het eiland en bij de... Naast het meer gemaakt, even dus mooie filmpjes van de mooie bloemen die hier groeien. Dus ik dacht, dat is ook wat content. Horen jullie dat? Achter hier? Bij niks aan natuurlijk, want wij vissen daar. Hier ook, tegenover. Hier vissen wij. Dus dan hebben wij niet aan de andere kant er wat aan. Maar in de tijd aasbellen, dus misschien komt er wel wat vannacht. Tot zo. Ik zit nu net in zo'n knol aan het kijken. En twee grappen door elkaar heen. Wat is 5 plus 4, zeiden ze. Toen zei Enzo 4. Toen zei Miron 9. Ik kon ook zo een stuk gaan, jongen. Nou, kijkers. Het is over nacht en ja, we gaan op bed liggen, nog niet slapen. Ik denk wat filmpjes kijken, vlogs kijken en hopelijk ja, zit er een vis straks in het net en op de kant en dat we hem kunnen laten zien aan jullie. Maar ja, het staat er zo bij. Het licht is opgeladen, alles is opgeladen. En anders dan heb ik zo weer in stekker lopen. En die staat op de stekker van dit water. En dan heb je gewoon stroom. Mijn vis in vang. Die staat ook helemaal klaar hoor. Die staat spot aan. Spot on, hoe ze dat altijd zeggen. Die is om een uur of 7:30, 8:00 is die ververst. En het is nu, ik weet niet hoe laat, maar dat komt al in beeld wanneer ik film. Dat doe ik wel eens. Wanneer ik dan weer dit film, kun ik dat dan weer in mijn montage dat monteren. Dus dat monteer ik er zo wel in. De datum doe ik dat ook, dan weten jullie ook wanneer het gefilmd is op de karperhoef. Dus ja. Krabbe. Ja, ik wens mijzelf wel te rusten. En, of nog niet, want ik ga allemaal filmpjes kijken.
lachfilmpjes, vlogs. Om mezelf even bezig te houden. Als ik echt heel moe word, dan ga ik pas slapen. Dus tot vannacht hopelijk. En anders tot in de ochtend. Maar ik denk dat er wel wat loos is. En hopen dat Gijs mij wakker maakt met een hele grote vis. Dat ik hem kan filmen. Of Auke of Henk. Ik hoop dat ze me wakker maken. Want ik wil natuurlijk de grote vissen wel even zien. Want als ik ze zelf niet vang, dan is het wel mooi meegenomen als ze mij kunnen bellen. Dan maar van Henk of van Auke of van Douwe of van Gijs. Aan deze kant zullen ze die wel kunnen laten zien. Maar anders komt de foto's sowieso, want die maken ze ook. Dus ik zeg wel rustig alvast tegen mezelf. Nou, als je gekeken hebt naar deel 1. Fijn dat jullie gekeken hebben naar dat YouTube kanaal. We hebben een deel 2. Kijk er ook naar. Want dat hebben wij dan bij deel 2 wat meegemaakt. Oh, maar deel 1 is ook gruwelijk. Wat hebben wij wat meegemaakt met de karreproeven. Dus ga deel 2 van de karreproeven in België ook even kijken. Want deel 1 is afgelopen. Jammer genoeg. Ik ga 40 minuten en 45 minuten ga ik een beetje aanhouden. En voor deel 2 ook. Dus deel 1 is 45 minuten ongeveer. En deel 2 is ook 45 minuten van de karreproeven in België. Dus ik vond deel 1 hartstikke leuk. Dus dan zie ik jullie in deel 2 van de karreproeven in België. Met de hele groep. Abonneer en like. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan snel. Like ook eventjes meteen. En doe het belletje even aanklikken. En zeg tegen al je vrienden en je familie. Maakt niet uit wie, kennissen. Dat deze dit filmpje is gemaakt. En wat tips van Timmy. Ik weet niet als ik dat in deze video heb gedaan. Maar misschien de volgende video. Maar dat ga ik wel zien hoe ik dat inedit. De drone gaat nog langs. Volgens mij hebben jullie dat wel gezien. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt het ook nog 2 keer. 1 keer in die video. De volgende video. En die interview dan. Dat was echt een mooi interview met Timmy. En allerlei vragen. Dus als jullie dat ook nog niet gezien hebben, komt dat er ook nog aan. En als dat wel zo is, dan hebben jullie geluk. Maar deel 1 is afgelopen. Dus tot de volgende keer en tot ziens. Hoe en wanneer heb je besloten om de karreproeven te beginnen? Wat zijn een beetje de gewichten van de karpers die je kan vangen hier?